vrouwen in de overgang kosten de werkgevers miljoenen euro's. Dat blijkt uit een recent onderzoek. Maar waarom is de overgang dan nog steeds een taboe? Nou, daar ga ik het vandaag over hebben. Welkom gelijk overgangsconsulente Meta Trebbe en gynaecoloog Dave Hendricks. Dank je wel. De overgang is nog steeds een taboe, maar laten we het eerst even hebben. Wat is precies de overgang? Bij welke leeftijd gaat een rol spelen, Dave? Nou, de overgang, dat is de levensfase waarin de verschijnselen van een verminderde of van veranderende oestrogeenproductie, dus de productie van de vrouwelijke hormonen, ja, plaatsvindt. En die kunnen verschijnselen optreden van opvliegers, nachtelijk transpireren bijvoorbeeld. En ja, dat kan variëren wanneer dat optreedt per vrouw. Gemiddeld in Nederland is dat ongeveer op een 51ste dat vrouwen echt in de overgang zijn. Maar dat kan al veel eerder kunnen al die klachten ontstaan. En welke leeftijd kan het ontstaan? Nou, het kan al vanaf de 46ste voorkomen. Er zijn ook vrouwen die al voor een 40ste overgangsklacht hebben. Maar dan spreek je echt van vervroegde overgang. Ja. Dus dat is weer een heel apart verhaal. Maar ja, daarna, vanaf 46ste... En tot je, hoe lang kan je er last van hebben, Meta? Ja, dat kan behoorlijk lang. Als ik toch even mag inhaken op de klachten, zoals dokter Hendricks hier vertelt. Wat we in onze praktijken zien, kijk, iedere vrouw weet als ik opvliegers heb, ja, dan zou ik wel eens in die overgangsleeftijd kunnen zitten. Maar de cliënten die wij in onze praktijken zien, dat zijn vrouwen die de atypische overgangsklachten hebben. We hebben het met opvliegers over de typische. En wij zien de vrouwen met de atypische klachten. En dat zijn de vrouwen die gaan shoppen. Die gaan shoppen bij de huisarts, die gaan shoppen bij de orthopeed, bij de reumatoloog. Uiteindelijk komt er helemaal niets uit. Ik noem bijvoorbeeld gevrichtsklachten. Dat is een hele lastige. We hebben ook het slecht slapen, atypische overgangsklacht. We hebben de vermoeidheid. Vrouwen kunnen intens moe zijn. Nou, dat zijn dus kunnen atypische overgangsklachten zijn. En dat zijn vrouwen die bij ons komen. En dat kan al op hun 42, 43ste jaar nog nooit een opvlieger gehad en nog normaal menstrueren. Ja. Want het begrip overgang is een periode, vergis je niet, van 10, 12 jaar. Waar de artsen het over hebben, over de overgang, bedoelen eigenlijk de menopauze. En de menopauze is eigenlijk maar heel kort. Ja. Eigenlijk maar één dag. Dat is de eerste dag van je laatste menstruatie. Als de vrouwen dat eenmaal gehad hebben, een jaar niet ongesteld geweest zijn, dan zijn ze postmenopausaal. En dan moet je je voorstellen dat ze op de Mont Ventoux staan. Ze hebben een jaar op de top gestaan en ze moeten er nog af. Ja. Dus klachten aan de voorkant heb je ook aan de achterkant. Dus bij het dalen. Ja, het is toch ongelooflijk, hè? Wij gaan het straks nog even hebben waarom het dan nog steeds zo'n taboe is. Als het zo'n lange periode is en zulke heftige klachten kunnen komen. Werk jij ook zelf als gynaecoloog van het Amphia ziekenhuis met overgangsconsulentes? Nee, in het Amphia werken we niet met overgangsconsulentes. Maar ik denk wel dat een overgangsconsulente een hele goede aanvulling is op op wat wij als gynaecoloog doen met patiënten met overgangsklachten. Ja. Wat doen jullie dan als gynaecoloog? Als gynaecoloog zijn we met name bezig om vrouwen die dusdanige klachten hebben van hun overgang, dus die waarbij het echt een leven beïnvloedt en die inderdaad bij huisartsen zijn geweest of eventueel ook bij overgangsconsulenten. Hun leven beïnvloedt dat ze niet meer kunnen functioneren. Dat ze niet meer kunnen functioneren. Niet meer kunnen werken, dus wat uit dat onderzoek blijkt. Ja, duidelijk. Ja. Oké, sorry, jij gaat horen. Ja. En daarmee die patiënten zouden we kunnen helpen met hormonale therapie. Dus met behulp van toedienen van bijvoorbeeld oestrogenen om te kijken of daarmee hun klachten verminderen. Ja. En werkt dat altijd? Werkt niet altijd, nee. Ja. Dan gaan ze waarschijnlijk door naar de consulenten. Als consulent, wat kan je dan betekenen voor die vrouwen in de overgang? Nou, wij kunnen heel veel voor de vrouwen betekenen. Ten eerste vallen bij ons de puzzelstukjes op hun plaats. De vrouw is ten einde raad, heeft waarschijnlijk al allerlei medicamenten geprobeerd bij de DA-drogist of bij een drogist. Of wat ook, is daar al een vermogen aan kwijt. Maar ten einde raad, depressief? Ja, niet lekker in de vel zitten, emotioneler zijn.
Dagelijks dus? Dagelijks, ja. En dat kan bij dus... menstruatie, weet je, dat is even een dagje, ja. Er last van en dan is het weer over. Maar ja. Dit is dus echt veel pieken, intensiever. Ja, veel intensiever. Het niet lekker kunnen functioneren. Welke leeftijd in het was gezin. Het ook alweer dat je het kreeg? Nou ja, kijk, het kan 42, 43. Maar als ik naga dat mijn jongste cliënte, die was 26. Nou was dat wel door een operatie. Wat ja. Natuurlijk ook kan, vrouwen jong in die menopauze schieten, in de overgang schieten. Nou, maar normaal gesproken rond 42, 43, dan zie je het gerommel. Oké, maar dan komen ze bij je, want ja. Ze hebben er gewoon echt, ze kunnen niet meer functioneren. En nee, dan? Ze hebben het van een vriendin gehoord of de huisarts ja. Stuurt ze door. Of, en wat doe jij dan? Nou, in eerste instantie ga ik uitleggen, wat is nou precies die overgang? Wat doet dat met ja. Je? En dan begin ik van de geboorte tot het einde. Welke hormonen dus ja. Een rol spelen en in welke levensfase dat belangrijk is. Vervolgens ga ik met de vrouw inventariseren. Wat zijn nou jouw klachten? Dan gaan we op een rijtje zetten. We hebben een adviesplan. Maar is het een psycholoog? Het zou een beetje psychologisch. Oké, ja. Nou, kijk, een consult bij ons duurt een uur, anderhalf uur, het eerste consult. Je moet eerst het vertrouwen van de vrouw krijgen. Dan ga je dus uitleggen. Vervolgens ga je kijken, wat is de werksituatie, de gezinssituatie? Dus dat zijn hele belangrijke factoren. Ja. Als jij een baan hebt van 30 uur en een gezin en twee opgroeiende pubers, blijft er vrij weinig tijd voor je ja. Over om leuke dingen te doen. Het is niet in de meest handige periode. Dus nee, je hebt ook dikwijls mantelzorg, ja. Ja. Schoonouders, ouders die hulp vragen. Maar jij gaat niet aan de gang met medicijnen, oefeningen. Het is echt meer het psychische gedeelte. Nou, we gaan natuurlijk toch wel advies geven. Kijk, wij kunnen niet tegen maar de vrouw zou jij ook adviseren om naar de gynaecoloog ja, te gaan en zeggen, ga aan die hormonen? Absoluut. Dat vinden ze meestal niet zo fijn. Of nou, wel, hoe reageren ze op hormoonbehandeling? Als ze bij de gynaecoloog komen, dan denk ik dat er al een heel voortraject is geweest en al door de huisarts, door de overgangsconsulenten. En ja. Dan denk ik op het moment dat ze bij ons komen, dat mensen dusdanig klachten hebben, ja. Dat ze dat ook willen. Wat zijn proberen. De bijwerkingen van die hormonen? Nou, de bijwerkingen kunnen zijn opgeblazen gevoel, vocht vasthouden, hoofdpijn, klachten. Dus ja, er kunnen ook wel bijwerkingen zijn. Ja. Het zijn hormonen, dus je hebt ook weer wat verhoogd risico op trombose. Heel langdurig hormoongebruik kan weer een wat hoger risico op borstkanker ja. Geven. Dat zijn natuurlijk ja. Bijwerkingen die ook met de patiënt of cliënt moet bespreken, zeg maar. Kan je ook zelf iets doen? Je zegt, ik ga gezonder leven of meer bewegen. Dat hebben wij in ons eerste tweede consult heel nadrukkelijk stellen we dat aan de orde. De lifestyle, zoals we dat noemen, leefstijl. Hoe gaat het met je voeding? Wat eet je? Het is natuurlijk ook zo dat je, als je in die periode zit, je bikini niet meer zo makkelijk past als toen je jonger was. Het lijnen gaat een stuk moeilijker. Je verbranding wordt trager. Dus daar wijzen wij de vrouwen ook echt op. Okay. En het bewegen. En dan kom ik nogmaals terug op die lange werkuren die de vrouwen maken. Een sportcentrum of wandelen of wat ook. Daar zijn ze dikwijls te moe voor. Ja. Hebben geen puff meer om s'avonds die deur nog uit te gaan. En die stress en die drukte die een vrouw kan hebben met een gezin en een baan. Verergert dat de situatie? Ja. Dat verergert absoluut de opvliegers. Op het moment dat een vrouw erg gestrest is. En dan komen we weer op het gynaecologisch gebied. Adrenaline hebben we dan heel veel nodig. Met het gevolg dat we minder van dat vrouwelijke hormoonstofje krijgen uit ons vetweefsel. Want je zei net al terecht, dikkere vrouwen hebben minder last van opvliegers. Nou ja, dikkere vrouwen die wat zwaarder zijn. Nou is dat ook niet helemaal waar. Maar hoe meer adrenaline dan nodig is om jou tot rust te krijgen, hoe meer last van opvliegers. Waarom denk jij dat het taboe daar zo omheen hangt? Nou, ik denk met name de taboe hangt over bepaalde atypische klachten waar we al eerder over hadden. En dat zijn met name de klachten op seksueel gebied. Vrouwen in de overgang kunnen ook last hebben van seksuele problemen. Het vagina is wat droger, dus ze kunnen pijnklachten hebben bij het vrije. Minder zin in het vrije. En dat zijn juist onderwerpen waar nog een heel groot taboe op rust. Ja. Wat merk jij, het taboe? Het taboe. Nou, we praten er eigenlijk niet zo makkelijk over, omdat het bij oud worden hoort. Het zit nog een beetje in onze ideeën zo van een vrouw in de overgang is een beetje afgeschreven. Ja. Nou, dat is natuurlijk absoluut niet waar. Nee. We hebben geen zwarte jurken meer aan en knotjes. En, nee, maar toch is het zo. Wat zouden jullie nou als advies willen geven aan vrouwen? Wat zeg jij altijd tegen die vrouwen? Praat er met je werkgever over of met je collega's? Wees er open over. In ieder geval ten eerste in je gezin. Praat er met je man over. Praat er met je pubers over. Want pubers, dat is een bepaalde periode in het leven van een kind. Daar heeft de maatschappij begrip voor.
Maar eigenlijk is die overgang de omgekeerde puberteit. Ja. Dus het lichaam verandert in de puberteit leuk. En in de overgangsperiode. Dat is lekker, dan zijn de kinderen in de puberteit en mama heeft ook een soort puberteit. Nou, dat zeg ik vaak tegen de vrouwen. Zeg tegen je man straks, lieve schat, je hebt er een puber bij. Ja. En dan moeten we lachen. Want het is natuurlijk eigenlijk best wel grappig dat dezelfde hormonen die in die puberteit opspelen, ook in die overgang opspelen. Als we dat durven te erkennen en te herkennen, dat is heel belangrijk, hè? Herkennen, erkennen. Dan kom je al een heel stuk verder, want dan kun je het ook op je werk misschien wat meer naar voren brengen. Kijk, overgang is geen ziekte. Nee, maar het kan wel ziekmakend zijn. Ja. En dat is belangrijk. Dat en hoeveel procent van de vrouwen meldt zich ook wel eens ziek door de overgang? Want ik heb daar ook geen idee van. Heb jij dat? Nou, uit dat onderzoek is gebleken dat ongeveer 1/3 van de vrouwen ziekteverzuim heeft, mogelijk gerelateerd aan de overgang. Ja. Dus dat is een behoorlijk percentage. Ja. Ja. Nou, dankjewel voor jullie uitleg en voor jullie goede advies. Ik hoop echt dat de kijker die er last van heeft of die het herkent er iets mee gaat doen en er iets aan heeft gehad.